even zitten, hè. Goed zo, laat eens even ruiken. Kom eens even samen ruiken. Goed zo, even samen ruiken. Kom eens hier. Goed zo, dat is knap, hè. Twee instructeurs van de ROSD-opleiding in Woensdrecht zullen hun Belgische collega-militairen helpen bij het opleiden van explosieve speurhondenteams. De Belgen zetten de Brabantse inspecteurs in omdat ze veel ervaring hebben met het opsporen van explosieven in Afghanistan. Hier heb je mooie bossen. Ja. In Afghanistan heb je heel veel zand. Dus ja, leer je heel veel ervaring met temperaturen, andere aanpak van verzoeken. Het is een andere bodem als wat we hier in Nederland hebben. Nou, aangezien wij daar aardige ervaring in hebben, omdat we er al 2 jaar mee bezig zijn, gaan we deze mensen helpen. De Belgische teams zullen uiteindelijk naar Afghanistan afreizen. Goed zoeken. Goed zo. Prima. Goed zoeken. Goed zoeken. Prima. En de Tweede Kamer is voor een politiemissie naar Afghanistan. Gaan jullie daar nog een rol in spelen? Dat weet ik tot dusver niet. Maar als ons roepen zijn we klaar, dan gaan we dingen doen. Is het een zinvolle missie? Ja, ons kabinet stuurt ons weg. Dus die mensen hebben er heel goed over nagedacht. Dus het zal een zinvolle missie zijn. Goed hoor. Netjes, hè. Goed gedaan, Rovind. Wat is er nou zo mooi voor u aan dit vak? Dit vak, daar ben ik al vanaf mijn 16 mee opgegroeid. Ik ben ooit met een, mocht ik thuis een hond hebben. Uiteindelijk is mijn hobby is mijn werk geworden. Het mooiste is met jouw pup die je hebt af te richten. Of het nou een bewakingshond is of een speurhond. En uiteindelijk is die klaar, gecertificeerd. En dan ook nog in operaties te kunnen dienen met die hond. Nou, dan is voor mij is het de wereldkampioenschappen. Ja,